Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat de uitstroom van algemeen zorgpersoneel niet zo'n grote impact heeft binnen de sector. Het is onder de specialisten waar er een zorgelijke situatie heerst, doordat velen vertrekken om een beter bestaan te zoeken vanwege de moeilijke economische situatie in het land, zegt Ramadien. We hebben recentelijk dus het Nationaal Dialoog gehad van de regering. We hebben meerdere overlegmomenten gehad. En daar is duidelijk naar voren gekomen dat cruciale afdelingen binnen de zorg op dit moment dreigen te sluiten. We praten over IC, we praten over NICU, SCH. Nou, ik mag hier meedelen dat op dit moment, vandaag waarschijnlijk nog, een voorstel van de ziekenhuizen waarbij er interventie gepleegd gaat worden vanuit de regering om die gespecialiseerde groep, om daar een oplossing voor te bedenken. En let wel, we praten hier over gespecialiseerde zorggroep. Waar hebben we in Suriname gespecialiseerde ziekenhuizen? Dat is AZP, het Slans Hospitaal en het Moengra Medisch Centrum. Andere ziekenhuizen doen algemene zorg, waar de uitstroom, het verloop van de uitstroom ook is geanalyseerd. De minister geeft aan dat bij de ziekeninstellingen waar er specialistische hulp geboden wordt, er een behoorlijke uitstroom te merken is van personeel. Verschillende toezichthoudende organen binnen de medische sector hebben de alarmbel geluid bij de regering. En alle andere problemen in de zorg, ook wat betreft waardering van andere zorgpersoneel, dat daar ook naar gekeken wordt in fase 2. Maar fase 1 is nu, ik heb nog maandag een hele grote groep specialisten gehad, mensen gehad, die hebben benadrukt dat als we nu niet iets doen, dat we IC-bedden gaan moeten sluiten, mensen gaan weg, et cetera. We weten dat we niet op het niveau kunnen komen van Bonaire en andere landen. Maar wat we wel vergeten is dat het salaris misschien hoog lijkt, maar dat de levensstandaard in die landen ook hoog is. Wanneer je daar een belasting betaalt van 300 euro, is dat hier al nu 10.000 SRD. Dus we moeten wel alles afwegen. Een salaris 3.000, 4.000 euro bruto, na aftrek van alles. Kinderverblijf 500 euro, vervoer, openbaar vervoer. Voor ziektekostenverzekering betaal je 250 euro nu per maand in Nederland. Dus wanneer je alles aftrekt, hou je aan het eind van de maand ook niet een geweldig salaris over. Ramadien adviseert zorgwerkers om goede overwegingen te maken alvorens te vertrekken. Vanuit het ministerie zullen er mogelijkheden bekeken worden om interventies te doen om rust te brengen in de branche en het personeel te motiveren.